Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teuners. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Je kunt me hier ook onderaan de video een bedankje sturen, mocht je dat heel graag willen. Ik krijg namelijk vaak vragen van, goh, kan ik iets voor je doen? Of mag ik jou alsjeblieft een cadeautje geven? En dan, dat kan dus tegenwoordig. Je kan dat hier dus onderaan de video doen op de button bedankt. Ook als het niet lukt via YouTube, heb ik een speciaal voor jullie een linkje in de reacties of in de beschrijving van de video gedaan. Om het op een andere manier te doen. Nou, lieve mensen, dank jullie voor al jullie liefde en steun. Ik ben sprakeloos, ik hou van jullie en ik weet eigenlijk niet eens meer allemaal wat ik moet zeggen, want woorden schieten me tekort. ik wens jullie de mooiste, liefste dingen en dat ik nog veel meer mooie, leuke video's, inspirerende video's voor jullie kan maken. Nou, hier ga ik verder met de vragen en antwoorden, want ja, het is weer maandag. Vragen en antwoorden en citaten uit het boek De Meesters van het Verre Oosten. Ik ga weer beginnen met twee citaten. Goddelijke kracht ligt voor het grijpen. Alle wijzen van voortbewegen en andere toepassingen van kracht die de mens heeft uitgevonden, zijn maar kinderlijke hulpmiddelen die hij heeft voortgebracht door zijn eigen menselijke inzichten te volgen. De mens heeft met zijn vrije wil de moeilijke weg gekozen en in plaats van te beseffen dat hij Gods zoon is, gaat hij door op de ingeslagen weg. Stichters van kerkelijke organisaties hebben het dienstig geacht de dingen van God met een waas van geheimzinnigheid te omhullen, daar zij dachten zo het volk meer in de macht te krijgen. Nu begint men in te zien dat de diepten Gods in werkelijkheid de eenvoudige dingen des levens zijn. Ja, ze hebben je op een dwaalspoor gebracht, in verwarring gebracht. Inderdaad, geheimzinnig moest het zijn. Er moest een sluier overheen liggen waarvan je niet goed kan begrijpen wat het nou eigenlijk allemaal is en wat er nou bedoeld wordt met deze kennis. Ze hebben God op heel veel plekken gebracht, omdat ze hem niet wilden dat je hem leerde kennen. En hij had gezegd, als ze zeggen dat hij ergens in de hemel is, dat het een mens is, hebben we van God een naam gemaakt in plaats van het woord. Ze hebben van Jezus Christus, hebben ze, weet ik veel, allemaal de meeste nare dingen gedaan en gezegd. En weet ik het veel. Van Christus hebben ze een achternaam gemaakt en van Jezus een voornaam. Terwijl in het oude Hebreeuws werd hij volgens mij Joshua, Yeshua, daar kom ik nog op terug, werd hij volgens mij echt genoemd. En in Nederlands schrijven we dan met een Z, hè, Jezus, terwijl we in het Engels schrijven we met een S, Jesus. En heel veel dingen hebben ze ervan verzonnen, terwijl het allemaal anders hoefde. Ze hebben God in de vissen in de zee gezet. Ze hebben hem in beelden gestopt, afbeeldenissen. Dus afgoden hebben ze van hem gemaakt. Ze hebben meerdere goden gemaakt, zowel een god voor de zon en een god voor de zee en een god voor, nou weet ik het allemaal, dat is die Griekse mythologie. Overal hebben ze god van gemaakt. Terwijl alles is natuurlijk ook god, alleen niet specifiek alleen maar dat of alleen maar dat of alleen maar dat of alleen maar dat. Dus ze hebben weer allemaal scheidingslijnen gezet overal. En jou zo op een dwaalspoor gezet. Nou, we gaan naar citaten. Nummer 2. Oh ja, en als je dan zei dat God in jezelf zat, dan werd je eigenlijk op de brandstapel gegooid. Of als je een ketter of een godslasteraar. Want ja, je mag het natuurlijk niet zelf zijn. Dat is ook pas later, want vroeger in inderdaad Griekse mythologie was alles en iedereen een god. Nou, dus, zo hebben ze je ervan bij vandaan gehouden. Heftig, hè? Oké. Citaat nummer 2. Jezus wordt door veel mensen tot een afgod gemaakt. Nou, daar had ik het net al over. In plaats van het idool moet hij het ideaal zijn. In plaats van gesneden beeld moet hij werkelijk en levend zijn. Precies. Toen hij leefde op het aardse plan, kon hij slechts enkele bereiken. Nu kan hij allen bereiken die zich tot hem wenden. Heeft hij niet gezegd waar ik ben, daar zult ge ook zijn? Hij is niet ergens in een hemel. Hij is daar waar u bent.
Ja, je suis. Christus, ik ben God. Het is de ik ben in allen. Ja, dus dat wat in jou spreekt, dat is het. We zijn er allemaal bij elkaar. Er is ook geen scheiding van afstand. En inderdaad, ze hebben dus van hem een afgod gemaakt. Ze hebben alleen maar gedacht van alleen door hem, hè, alleen door Jezus, de mens, kan je tot hem komen. Nee, het is door de ik ben kun je tot het licht komen. Ja? Ik ben het licht. Alleen door middel van de ik ben in ieder mens kun je er komen. Dus dat is allemaal verkeerd begrepen. Nou, het is echt krankjorum als je er zo over nadenkt. Heel vervelend. Nou, dan gaan we naar de vragen en antwoorden. Vraag. U zegt dat we nooit opnieuw dienen te vragen om iets wat we willen. Antwoord. Dat houdt altijd twijfel in. Als we onmiddellijk verder gaan met dingen, staan we boven alle twijfel en vrees. Als het niet reeds tot stand gebracht was, zouden we er nooit aan denken. Dus het is beter om je wens gewoon te uiten en je vertrouwen erin te leggen dat het vervuld gaat worden in plaats van dat je het 100 keer vraagt. Vraag. Met andere woorden, zoek en ken en vorm een mentaal beeld van de verwezenlijking. Antwoord. Ja, absoluut. Als we op de goddelijke geest vertrouwen voor de oplossing, openen we elk kanaal. Als we onszelf projecteren, sluiten we elk kanaal behalve onszelf af. Het zelf maakt fouten, het andere nooit. Dus, oké, zoek en ken en vorm een mentaal beeld van de verwezenlijking. Ja, dus stel je de verwezenlijking voor je zoals je hem wil zijn. Ja, zoals hij zou moeten zijn. Stel hem je voor en je gaat hem worden. Dat is hetzelfde als met de pottenbakker. Als iemand een pot bakt, je maakt een mooie vaas of creatie, dan heb je al een beeld in je gedachten van hoe die vaas eruit zou moeten zien. Heb je dat niet, wordt het vaak een heel misbaksel. Ja? Dus als je het beeld of een van tevoren al in gedachten hebt, dan wordt het die vaas die je graag wil maken. Dus dat is ook, denk, leef, praat als een meester als je een meester wil zijn. Want dan zal je hem worden, of zij. Vraag. Waarom kunnen we onze hand niet ophouden zoals de meesters doen en die laten vullen? Antwoord. Omdat we dat niet zullen doen. Eenvoudig omdat we zeggen dat we het niet kunnen begrijpen. Steek uw hand uit en dank. Dat is wat Elias deed. Het wordt tegenwoordig in miljoenen verschillende vormen gedaan. Elias is ook een profeet die heel erg tegen al dat offeren was ook, hè? Die ook daarin rechtvaardigheid ging scheppen en eigenlijk ook het verbod oplegde. Hè? Tegen Baal, die god Baal en Samiramis en de Tammuz en al die nare dingen die al die kinderoffers en dierenoffers, dat is wat mensen nu nog steeds dagelijks doen. Alleen ze hebben het op een slinkse manier, zijn ze het gaan voortzetten. Ze hebben nu dieren genomen en trouwens in die nare kringen doen ze nog steeds mensenoffers. Dus gewoon te zot voor woorden. Maar Elias die was daar heel erg tegen. Die ging daar voorop staan, zeg maar. En ook een meesterschap ontwikkeld. Ja, die wist het. Die had ook de kennis verkregen. Of doorgekregen. Ja, verkregen. Misschien van zijn ouders. Of wist het gewoon. Vraag. Op wat voor manier hebben de meesters u geholpen bij uw werk? Antwoord. Ik kan zeggen dat zonder hun hulp het werk niet eens begonnen had kunnen zijn. Laat staan voortgezet had kunnen worden. We hebben ons nooit tot enige organisatie of enig individu hoeven te wenden buiten onze eigen familieleden. Als we hun hulp niet hadden gehad, zouden we niet in staat zijn geweest om door te gaan. Ook al zou het geld er zijn geweest. We zijn vaak te werk gegaan volgens onze eigen deducties. Maar in alle gevallen moesten we teruggrijpen op hun conclusies, die gebaseerd zijn op hun kennis. Die is ontleend aan oude beschavingen van scheikunde en mechanische apparaten. Ja, ja. Nou, lieve mensen, dit was weer de vragen en antwoorden en citaten van de meesters van het Verre Oosten.
We zijn gebleven bij bladzijde 594 van De waarheid zal u vrijmaken. Dus alleen de vragen en antwoorden ga ik hier opnoemen. En dat staat op bladzijde 600. Ik hou van jullie enorm. Bedankt voor het delen, liken en de bedankjes. Ja, dikke kus en tot volgende week. Doei!